De portretserie van Jacco Osco. Mijn eerste vraag is, hoe ben jij, wat is het idee achter deze serie? Wat wil je ons laten zien? Dit zijn allemaal kunstenaars van Salon 033. En Salon 033 is eigenlijk een initiatief dat 4 keer per jaar hier is. En kunstenaars uit de regio die mogen hier exposeren. En dat kunnen beeldend kunstenaars zijn, of dichters, of fotografen. Ja, ik mocht op een gegeven moment van Hans hier portretten maken. Dus ik heb die achterste ruimte daar gebruikt. En ik heb zelf studiospullen. Dus een achtergrond, 2 flitsers en een camera. En heb je ze dan staand of zittend? Wisselend ook. Oké. Okay. Ja, dus eigenlijk heb ik bij iedereen geëxperimenteerd. Yeah. In licht, in houdingen, in kadrering, in ook in aanwijzingen. En daar heel erg veel van geleerd. Ja, ik wilde eigenlijk wel eerlijke foto's maken. Niet te veel geposeerd eigenlijk. Een beetje rust in de foto's brengen. Ook wel soms een beetje dromerig. En Linda is hier, dus ik wil aan Linda ook wat vragen, dat zij, of zij ook zichzelf zo zou herterugziet of zou weergeven. Het is niet heel vrolijk of zo, maar dat vind ik in alle portretten. En dat heeft denk ik te maken met het moment waar jij afwacht waarop je schiet. Dus dat is misschien ook iets wat jij zoekt in die foto's. Ja, want jij zei zelf al, ik moet niet schaterend, ik zoek iets van rust. Mm-hmm. Iets melancholisch, denk ik. Omdat ik door jou gefotografeerd werd, vond ik het wel heel, heel spannend. Van, dan gaan mensen mij herkennen daarin. Yeah. Maar ik ben al een jaar of 2, 3 bezig met mijn ouders aan het portretteren. Ik doe dat nu met een soort van papier, omdat dat papier mij een soort van blindheid in de techniek. Ik weet helemaal niet hoe ik het doen moet en zo. En daardoor maak ik geen gelijkenis, maar probeer ik iets te vatten van wat vertellen die mensen mij nou? Want ik ken ze eigenlijk niet. Dus ik probeer te zoeken wie mijn ouders waren. Nou, ik wilde Wim in ieder geval heel graag fotograferen, omdat Wim heeft gewoon prachtige tekeningen in zijn gezicht. En als je ook zwart-wit fotografeert, dan haal je dat er ook heel mooi uit. Dus ik had er heel veel vertrouwen in dat een goede foto zou worden. En ik vind het ook echt een van de mooiste. En hoe zie jij het, Wim? Jij werd gevraagd en toen? Ja, voor mij was het eer dat ik hierbij mag hangen bij al deze mooie mensen. Ik vind het ook een hele mooie foto. En er zijn 2 opmerkingen. Mijn broer had ik het laten zien. Die zei, ja, je hebt echt een gereformeerde kop, dat is goed. Mijn kleindochter zei tegen mij, van 4 jaar... Hey opa, je hebt een pukkel hier. Ik dacht, dat valt wel mee, maar dat valt dus helemaal niet mee. Herken jij jezelf in de foto? Ja, heel goed. Ik wou eerst even zeggen dat ik die 5 prachtig bij elkaar vind. Zo. Ook van uitdrukking. Hè? Dus het is niet verschillend, nee, ze horen bij elkaar. Maar nu over mij. En dat vind ik ook heel erg knap, dat hij iets wat... Ja, wat me heel even bestaat, hè? Dat hij dus een gedachte van mij in die hele korte tijd vastlegt zo. Dat herken ik, laten we zeggen zo. Dus niet alleen die kop, ja, die kop die weet ik nou langzamerhand wel. Wat hij er eigenlijk uithaalt zo, en dat is dan belangrijk, hè? Ook voor mij. Hè? Zo. En dan de manier van fotograferen ook. Hoe hij je behandelt. daar heb ik ook respect voor. En in die zin, hij overposeert niet. Hij is eigenlijk op de achtergrond aanwezig met soms hele kleine aanwijzingen, maar niet iemand die dwingend zegt, en nou dit en nou dat of zo.